Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Massive and expensive equipment marks the professional radio station. But in the amateur field, radio parts often include pieces of assorted junk ingeniously assembled by operators who are called hams and who take up broadcasting as a hobby. De nu volgende uitzending bevat schokkende voorbeelden van hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Bij jonge mensen onder de 18 kan de aanwezigheid van een volwassene tijdens de uitzending gewenst zijn. A merry little Christmas, let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas, make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be far away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us. Goedenavond, dit is de lange uitzending van de Daily Minutes, oftewel PA00 Nieuws, zoals de uitzending ook wel heet. Ja, kerst. Allemaal fijne kerstdagen. Het is eerste kerstdag. Ja, we hebben een beetje beperkt begonnen. We doen het lekker relaxed aan. We beginnen met de uitzending van alle afleveringen van afgelopen week van de Daily Minutes. En daarna hebben we nog de Amateur Radio Newsline. En we eindigen vandaag maar eens kort. Want de Duitse bijdrage, die is er niet. Die is er verstandig geweest om de eerste kerstdag vrij af te nemen. Heel veel luisterplezier in ieder geval. En ja, ook nog een heel prettig resterende eerste kerstdag en tweede kerstdag. As an expert in the field, I want to expressly advise everyone to not listen to PA00 news on Friday evening. 分野の専門家として、私は金曜日の夜に PA00 ニュースに耳を傾けないように誰も助言する。Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 19 december 2015. Dit is het bulletin van zaterdag. Today's bulletin will be in English, but first we have some small matters in Dutch. This broadcast will be accompanied by Contestia, 125 bandwidth and 8 tones. Vandaag dus Contestia bij de uitzending, zoals we de afgelopen dagen ook gedaan hebben, met een bandbreedte van 125 en 8 tonen. En de start-stoptonen zijn ingeschakeld. Gisteren was de uitzending van PA00 Nieuws voor het eerst en tijdelijk alleen via internet te beluisteren. Dat is eigenlijk heel goed verlopen, hoewel het toch anders is dan via de ether, dat was wel duidelijk. Vooral op het onderwerp dat we tijdelijk via internet extra hebben, dit keer over Alexander Graham Bell en hoe hij tot zijn bekendste uitvinding kwam, hebben meerdere mensen positief gereageerd. Ik heb geprobeerd om de uitzending ook op tijd op YouTube te krijgen, maar dat is niet gelukt. Gisteravond om 2:30 s'nachts was YouTube nog niet klaar met het bewerken van het bestand. Dat bij mij ook al nogal lang duurde om te maken. Het was pas rond 10:55 klaar. Maar goed, vandaag verscheen het alsnog op internet, dus het is nu te beluisteren. De uitzending van vrijdagavond kan behalve via YouTube ook beluisterd worden in een herhaling via fm.shorties.nl. Iedere zaterdag, iedere zondag en iedere woensdagavond vanaf 7 uur 's avonds. But we will start today with the propagation bulletin of the RSGB. This is GB2RS, the news broadcasting service of the Radio Society of Great Britain. Now for the radio propagation report compiled by G0KYA, G4BAO and G3YLA. The smooth sunspot number for December is 46.1. This time last year it was 63.7, which shows how much we're sliding down the solar cycle 24. Coronal mass ejections and coronal holes continue to cause problems at times, with the K-index hitting 5 on Tuesday the 15th,
As the coming plasma hit the Earth, you can sometimes get an initial positive phase on HF, with maximum usable frequencies increasing. This may be what happened on Saturday the 12th, during the ARRL 28 megs contest. 10-meter DX conditions were good on Saturday, when the high latitude K index recorded at College, Alaska, hit 5, but by Sunday, reports said DX conditions were not so good. This shows that it's a good idea to keep an eye on the upper HF bands, as openings can happen at any time. This week, the solar flux level is predicted to be in the range of 105 to 120, with geomagnetic conditions mostly settled with a predicted average KP index of 2. Using the Chilton ionosonde data, maximum usable frequencies are still hitting 25 to 28 megs at times, so watch for fleeting openings on 12 and 10 meters during daytime. For example, the 15-watt 4B4CY Cypress beacon on 28.220 has been heard in the UK when the band is otherwise empty. VHF and up now, it looks as though there is a potential for tropospheric openings over Christmas week. This is due to very unsettled weather, with most mild and rather windy southwesterly patterns throughout the period. There will, however, be higher pressure over the continent, but much of the time this is some way to the southeast of us and not really a great option for tropo. There's just a chance the high will build a little closer to the UK just after Christmas, but this will probably only benefit the southeastern parts of the country. The small Ursids meteor shower due yesterday or today may already have peaked by the time you hear this bulletin, so it's back to early morning random meteor scatter operation until the Quarantids. This shower should happen before dawn on January the 4th and can produce more than 100 visible meteors per hour. It has a sharp, unpredictable peak lasting only a few hours, so you have to be on the band at the right time to take advantage. It's a good week for EME, with low losses and lengthening moon window due to the moon reaching maximum declination on Christmas Day. Finally, do remember that there's always satellite QSOs to be had on the VHF bands, irrespective of the weather. That's it for this season. Sorry, this is for this week even. So, season's greeting from the propagation team. On the 15th of December, British European Space Agency astronaut Tim Peake arrived at the International Space Station. During his six-month stay, he will use the amateur radio equipment on board the ISS to make contact with selected UK schools using the callsign GB1SS. The first will be Sandringham School, St Albans, between the 4th and 10th of February. Between the 4th and 10th of January. Tim will be the first ISS crew member to use the HamTV FastScan digital amateur TV system. The UK Spectrum Policy Forum has published its final report that provides a snapshot of current UK spectrum usage and expected long-term future needs. The launch event was a high-profile one, with Minister Ed Vasey giving the keynote speech. Based on a submission by the Society in June, amateur radio is featured as one of the 11 sectors examined. You can download the report from the TechUK website, tinyurl.com/GB2RS-TC. Mid-Sussex Repeater Group has announced that GB3HY is back on the air after an absence of nearly 3 years. The repeater is now operating from the same location as Haywards Heath, with an output power of 10 watts. The input frequency is 430.900 MHz, output is 438.500 MHz, and CTCSS is 88.5 Hz. The repeater group will appreciate any reports to g6dgk@msars.org.uk. Groups from schools, universities and local clubs are activating G15 IOTA and its regional variations in December. Many of its operators will be experiencing amateur radio for the first time, so if you hear the station, please give them a call. On the 20th, WorkSop Amateur Radio Society will be on the air with local young people, and on Monday the RSGB Youth Committee will operate the call sign. Tuesday sees Withall Amateur Radio Club on the air, and on the 26th and 27th the RSGB Youth Committee is on the air again. The ARIS Russia team is planning a couple of slow scan TV transmissions in the next few months on 145.800 MHz FM using 5 kHz deviation.
The first session is being targeted for the 26th and 27th of December, although this is subject to change. The downlink mode will be PD120, which should allow for the opportunity to receive more images in a single pass. The ISS puts out a strong signal, and a 2-meter handheld with a quarter-wave antenna may be enough to receive it. Further information, http://amsat-uk.org. The RSGB's National Radio Centre at Bletchley Park Museum will be closed from the 24th of December until the 5th of January inclusive. The RSGB would like to take the opportunity to thank the volunteers for their time and effort during the year. Bletchley Park itself is open to visitors daily except the 24th, 25th and 26th of December and the 1st of January. There's a new exhibit in Hut 8, the Petard Pinch, telling the incredible story of the capture of crucial Enigma code books. These enabled Bletchley Park to break back into the German naval Enigma network, codenamed Shark, following a devastating 10-month blackout. Depending on how far north you live. The exchange is your 4 character locator, said he, dropping everything. Now for the radio propagation report. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 20 december 2015. Dit is het bulletin van zondag. Our broadcast today will be in English, but first some small stuff in Dutch. Vandaag. Vandaag hebben we Contestia, bandbreedte 128 bij 8 zoals altijd. En heel ad hoc besloten, maar aan het eind van de uitzending heb ik een SSTV afbeelding van 12 seconden. Dat is in de modus B, /W12, Bravo, /Whisky 12. Het is een kerstgerelateerd plaatje. Ik weet alleen het programma voor Linux waar je mee kunt decoderen. Dat is QSSTV. Remco PD2RPB noemde nog het programma MMSSTV, maar morgen of overmorgen doe ik opnieuw een SSTV plaatje. Waar ook de mensen die de vooraankondiging per mail niet gehad hebben aan mee kunnen doen. Of misschien ditzelfde plaatje nog een keer, maar dan met de wat betere voorbereiding. Today we have Contestia, bandwidth 128 and 8 tones. In addition to that, we have a small Christmas related picture in SSTV mode B/W12. B/W12. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. Great Inventors and Their Inventions by Frank P. Bachman, Thomas A. Edison. Edison, the Wizard of Menlo Park, as he is called, is our best-known living inventor. As a boy, his curiosity and daring led him into unusual adventures, and of his boyhood days, many and interesting stories are told. How he pulled an old duck off her nest and sat on the eggs himself to see if he could hatch them. How he set fire to a barn and was publicly whipped for it in the village square. How he tried to read all the books in the public library and actually read all on a 7-foot shelf. How he set fire, when a newsboy, to a car and was boxed on the ear by the train conductor, making him deaf for life. How he saved the life of an operator's son and was taught telegraphy by the operator. These stories may be read in any life of Edison. Edison has taken out about 1,400 patents in the United States alone. He has not made all of these inventions himself. He worked like other inventors in his early days, doing all the work himself on whatever he had in hand. But for many years, he has conducted a great factory in which hundreds of men are employed, all busy on inventions. Just as other men conduct factories to manufacture, for example, automobiles, Edison conducts his factory to work out inventions. Most of the inventions attributed to him are, therefore,
the product of his factory rather than of himself alone. The first patent taken out by Edison was in 1869 on a vote recording machine. The machine was designed to secure privacy in voting and to prevent fraud in public elections. The politicians did not want any such machine to come into general use, and the voters were not ready for it, so his first invention proved a flat failure. Edison, however, gained a valuable lesson from this experience. He resolved never to make an invention which was not wanted, and which could not be made a commercial success. From that day to this, before he undertakes an invention, he studies with great care the possible demand for it, the cost of making the invention, and the probable profits from its manufacture and sale. To this method of work is due much of his commercial success, but no small part of it is due to his industry and to his courage. He works as hard as any of the men he employs, often toiling for long periods, 18 out of the 24 hours of the day. Then, too, it requires courage to invest great sums of money in new and untried things. The fine courage which sustained him during all these years was well illustrated when a great fire destroyed a number of his factory buildings. His answer to the wild flames as they leaped upon and ate up building after building was, "We will begin rebuilding tomorrow." Of all Edison's inventions, in some ways the most valuable are his electric light, his phonograph, and his moving picture. When Edison first exhibited his talking machine in 1877, people hearing it repeat, "Mary had a little lamb," deemed it a greater invention even than the telephone, and crowds filled great halls to hear the wonderful machine. The story went about at the time that Edison gained the idea of the phonograph from accidentally pricking his finger. This is, of course, not true. The talking machine was the product of careful thought and hard work. Edison first began to think of reproducing sounds mechanically from reflecting on the record made on a disc by a needle attached to a telegraph key. From working with a phonautograph, the instrument used by Bell to record sound waves on a smoked paper, he conceived the idea of recording sounds on tin foil or on a wax disc and then sending the needle back over the grooves to reproduce the sounds. A phonograph is really only a phonautograph developed. The sounds to be reproduced are first recorded in grooves on a wax disc by means of a phonautograph with a needle attached to the diaphragm. To reproduce the sounds thus recorded, the needle of the phonautograph is sent back over the grooves in the disc, and the sounds produced by the vibrating diaphragm are magnified by a horn-like arrangement. The phonograph is therefore a very simple mechanical contrivance to reproduce sound. It is, nevertheless, one of the most popular of modern inventions, as it has brought the music of all the masters within the reach of the home at small cost. The moving picture, on the other hand, has done in part for the eye what the phonograph has done for the ear. As with some other great inventions, a popular toy was the forerunner of the moving picture. Some 20 years or more ago, it was possible to buy pictures of boys in different positions on a strip of paper stretched over a circular frame. By turning the crank, the pictures were whirled around, making the boys appear to be playing leapfrog. The first real moving pictures were of animals taken in motion. In working with these animal pictures, it was discovered that if they were passed before the eye at the rate of 16 a second, instead of seeing 16 pictures of the same animal in different positions, the animal appears to be moving. The moving picture is therefore nothing more than a number of pictures of the same object, animal, or person, in different positions, passed rapidly before the eye. The common rate of taking the pictures and of exhibiting them is 16 per second. Edison took advantage of this peculiarity of our sight. He perfected the process of taking pictures of objects in motion, discovered the best materials for films, and worked out other practical details essential to good moving pictures. Few towns are now too small to have their movies. Probably no invention is more popular, and surely none contributes more to the amusement of the public. Edison, however, is to be thought of not only as an inventor, but also as a businessman.
Around and about his many inventions have grown great business enterprises, of which he is part owner. In these different enterprises are invested a total of almost $7 billion, and in them are employed 750,000 men. To have set in motion such gigantic business enterprises, to say nothing of his great contributions to the comfort, pleasure, and amusement of nations, is in itself enough to rank Edison among the most distinguished of Americans. Volg nu Slow Scan TV. Anderhalve seconde na nu. Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 21 december 2015. Dus het bulletin van maandag. Vandaag opnieuw een SSTV plaatje, dit keer een iets langere. Dit is de minimale tijdsduur echter om een kleurig plaatje te kunnen versturen. De afbeelding zoals ik die zelf ontvangen heb is na de uitzending ook te bekijken op www.pnlete.nl. Dus opnieuw een kerstplaatje. Oh ja, dat zou ik bijna vergeten. Het plaatje is in de standaard Robot 24. Robot 24. Uiteraard hebben we vandaag ook weer Contestia met de gebruikelijke instelling 125 bandbreedte bij 8 tonen. Noord-Korea, en wat is er waar? Gisteren hoorde ik van verschillende amateurs dat P5KIM op de korte golf was gehoord. Dat was echter niet een station uit Noord-Korea. Dom 3Z9DX uit Polen heeft gisteren echter wel degelijk aangekondigd een demonstratie gegeven aan de Noord-Koreaanse autoriteiten. Hij werkte daarbij op 20, 15 en 10 meter enkele honderden stations, meest uit Azië. Volgens DX World gaat Dom op 22 december terug naar Beijing. De apparatuur die vooruitlopend op de expeditie begin volgend jaar naar Noord-Korea is gestuurd, blijft daar onder beheer van de Noord-Koreaanse autoriteiten. Dom werkte gisteren met 100 watt zendvermogen en gebruikte een verticale antenne op een paal van een hek. Tijdens de demonstratie werd Dom bezocht door diverse officials die dan kort bleven, waarna opnieuw enkele andere officials kwamen kijken of hem in de gaten kwamen houden. Het is maar nooit bekeken. Dom gaat naar Beijing terug naar Polen om daar kerst te vieren. De tussen aanhalingstekens echte de expeditie vindt dan plaats in februari. In de maand januari zal PA2OLD met een speciale roepnaam Papa Alpha 1500 Delta Kilo Romeo in de lucht komen. De roepnaam is in het leven geroepen ter gelegenheid van de 1500ste aflevering van de Doetinchemse Koffieronde die op 3 januari 2016 zal worden gehouden. Normaal begint die ronde op zondagochtend om 11 uur, maar die ochtend wordt er al om 10 uur begonnen om de mensen de gelegenheid te geven de speciale roepnaam te werken. Tussen 12.30 uur en 1300 uur is de gelegenheid de speciale call. Of is er ook gelegenheid om de speciale call te werken? De Doetinchemse Koffieronde bestaat al 28 jaar en is in 1987 gestart door P1 Kilo Hotel Kilo. De ronde heeft een flink aantal rondeleiders gekend. Tegenwoordig zijn dat 4. Dat is P0NPA, P0JAN, PA2SLL en PA2OLD. De laatste is ook geregeld te horen als inmelden na de uitzending van de Daily Minutes. In het begin werd de ronde op een simplexfrequentie gehouden, maar al snel verhuisde deze naar PI3DTC, de repeater van Doetinchem, waar de ronde ook zijn naam aan ontleent. Omdat het repeaterlandschap soms aan veranderingen onderhevig is, was het later noodzakelijk om te verhuizen naar de repeater PI3NIM. Door het grotere bereik van die repeater en de centralere ligging had dit een toename van het aantal deelnemers tot gevolg. Nou, het gaat lekker vandaag. Op 3 januari, ook op PI3NIM dus, is de 1500ste geen geringe prestatie. In de Chinese plaats Shenzhen heeft een aardverschuiving een groot aantal gebouwen van een industriepark verwoest. Op het moment van sluiten van deze uitzending is het officiële bericht van de Chinese overheid dat er 85 mensen worden vermist. Gezien de enorme ravage lijkt dat getal onwaarschijnlijk. Shenzhen is overigens de plaats waar, zo'n 20 kilometer uit elkaar, de bedrijven Wauxun en Quijing zich bevinden. Quijing is bekend van het merk Anytone en doet ook fabricage voor andere amateurmerken, onder andere Alinco. Op de
de website van de Vieron wordt uitgelegd hoe ieder lid van die vereniging via zijn afdeling een voorstel voor de jaarlijkse verenigingsraad begin volgend jaar kan indienen. Je kunt wel degelijk invloed hebben. Enkele jaren geleden haalde een voorstel van de afdeling Amersfoort bijvoorbeeld het overleg met agentschap Telecom dat het voorstel, het betrof toen de uitbreiding van de 40 meter band voor N-amateurs, serieus oppakte. De Arnhemse repeater PI2ANH komt weer terug. Naar verluid draait de hardware die van een nieuwe groep beheerders is momenteel proef in Oosterbeek. Twee maanden geleden moest de repeater uit de lucht, die was tijdelijk opgesteld in Nijmegen. En dat was onder een andere beheerdersploeg dus. Op de website van PA3ANG een eerste beschrijving van een SDR-transceiver voor de Red Pitaya hardware. Red Pitaya is eigenlijk een meetplatform, maar er is nu ook software om de hardware als 10 mW centontvanger te gebruiken. Echt de moeite waard dus op de site van PA3-alpha-novembergolf.nl. Vandaag heb ik zelf voor het eerst wat op de nieuwe 60 meter band gedaan. Echt heel goed ging dat niet. Mijn antenne voor de lage korte golfbanden is momenteel niet uitgespannen. In afwachting van een boom die gekapt gaat worden binnenkort. Met de kortere antenne kreeg ik de boel niet afgestemd. Ook niet nadat ik een extra spoel had gewikkeld om wat inductie toe te voegen. Niettemin kwam ik met 2,5 watt en de onafgestemde antenne rond 3 uur 's middags wel degelijk ruim S7 binnen. Op de WebSDR ontvanger in Twente. Met 2,5 watt dus. Enige tijd later, toen de condities wat waren afgezakt, lukte dat echter helemaal niet meer. Ten slotte zijn er nog twee meldingen primair gebruik, beide in Amsterdam. De eerste is van 31 december tot en met 2 januari. Het gaat om televisieopnames en de betreffende frequentie is 2360 MHz met een bandbreedte van 20 MHz. En verder, vanaf 8 januari tot en met 9 januari ook in Amsterdam voor televisieopname. En ook 2360 MHz met 20 MHz bandbreedte weer. En dan nu het SSTV-plaatje. Anderhalve seconde nadat ik mijn mond houd. Ik bied vooraf mijn excuses aan voor de enigszins lange tijdsduur. Zolang is vooralsnog de enige mogelijkheid voor mij om een plaatje ook in kleur te kunnen uitzenden. Ik zal het zeker niet iedere dag zo lang doen. Zoals eerder al gezegd, de afbeelding zoals ik die zelf ontvangen heb, kun je naar de uitzending bekijken op www.pa0ete.nl. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 22 december 2015. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag hebben we weer Contestia en ook een zwart-wit plaatje in Slow Scan TV met BW12, zoals van de week ook, BW12. Maar we hebben voor het eerst ook iets in EX-chat om te proberen een korte regel die ergens in de uitzending tevoorschijn komt. Als het goed is kun je het EX-chat-programma in de Squelch standby zetten en dan komt de chatregel vanzelf binnen. Niet onbelangrijk, de gebruikste snelheid is 22 baud. Dit is bij de versie van EX-chat die ik heb de hoogste snelheid. Je kunt het ook ontvangen met FL-Digi. Dat geeft soms wat extra tekens die er niet helemaal bij horen. FL-Digi kun je ook zetten op 22 baud. En daarnaast moet je de toonhoogte alleen bij FL-Digi dus op 1250 Hz zetten. 1250 Hz. Bij FL-Digi kun je dus wel eens ongeveer een kwart vanaf de onderkant van de schaal instellen. EXChat, het programma kun je vinden via Google. Maar pas op, er zijn verschillende sites die je niet moet hebben. Onder andere een chat waar mannen met elkaar kunnen mopperen over hun ex. Ja, echt waar. Voor het programma kun je het beste in de zoekmachine intikken. Het woord EXChat. En daarnaast de call van de maker. Dat is Zulu Lima 1, Bravo Papa Uniform. Zulu Lima 1, Bravo Papa Uniform.
Een van de weinige fabrikanten die in de niche-markt voor de 5 megahertz antennes is gedoken, is het Nederlandse bedrijf HiEndVet. Ze leveren momenteel al een monoband antenne voor de nieuwe 60 meter band, die we sinds deze maand mogen gebruiken. De band, hè? Deze draadantenne is 26 meter lang. HiEndVet werkt daarnaast nog aan een multiband antenne die ook 60 meter doet, maar die bevindt zich nog in het stadium van ontwikkeling. In België is BIPT op 4 december een consultatie gestart over de mogelijke uitbreiding van de 4 meter band. Op dit moment hebben de Belgen 70,190 MHz tot 70,4125. De ondergrens van de Belgische band zou in dat geval 77,5 kHz, ik heb het staan MHz, lager komen te liggen op 70,1125 MHz, terwijl tegelijkertijd het zendvermogen van 25 naar 50 watt zou gaan. De band blijft in dat geval een secundaire amateurband. Gebaseerd op eerdere ervaringen op dezelfde manier is het vrij waarschijnlijk dat de band inderdaad binnenkort als omschreven zal worden uitgebreid. Nederland heeft momenteel een grotere band dan België. Dat loopt in Nederland van 70,0 tot 70,450 MHz. Hierna volgt een column, een stuk opinie dus. Ik heb deze tekst eerder op zendamateur.com geplaatst. Er was een discussie dat je als beginnend amateur jezelf misschien helemaal geen zendamateur zou mogen noemen als je alleen maar een goedkope porto hebt om QSO's te maken. Ja, de column dus. Het is wel opinie, hè? Ik vind het best vervelend dat amateurs en mede-amateurs zo graag de maat nemen. Ik heb er als beginnend amateur bijzonder vaak last van gehad. Ik heb het voorbeeld wel eens vaker verteld, maar een van de eerste dingen die mij als beginnend amateur verteld werden was dat mensen die via repeaters werkten geen echte zendamateurs waren. Op dat moment hadden we in Nederland 3 repeaters, FLE, ALK en AMR. En die vergissing zou de RCD volgens de verteller al snel inzien en dan werden die dingen gewoon weer, zoals het hoort, verboden. Een van de fanatiekelingen had een grenzeloze bewondering voor satellieten. Dat was helemaal je dat. En dus zei ik in mijn naïviteit, maar ik dacht dat je zo tegen repeaters was. Zo'n satelliet is toch eigenlijk ook gewoon een repeater? Ik geloof dat dat een beetje tegen het zere been was aan zijn reactie te horen. Het is overigens geen exclusief Nederlands verschijnsel. Ik heb wel eens gedacht dat het met de Calvinistische inslag van op zijn minst een deel van onze bevolking te maken had. Maar dat is beslist niet het geval. 2 maanden geleden had ik bij de Daily Minutes bijvoorbeeld een column die van een Australische amateur was. En die wat dit betreft klaagde over precies dezelfde dingen die hier ook spelen. Waarom verwelkomen we niet gewoon iemand die net anders denkt dan de rest? Het zijn juist de buitenbeentjes en misschien ook wel de mensen die op jonge leeftijd durven te zeggen dat een satelliet ook een repeater is, want in feite is dat natuurlijk gewoon waar, die we nodig hebben. Die kritische houding van meerdere gevestigde amateurs weerhoudt mogelijk niet alleen mensen ervan om creatief te zijn. Het jaagt in een aantal gevallen ook mensen weg die net met de hobby in aanraking zijn gekomen en die hier toch wat raar tegenaan kijken. Ook al omdat wanneer je je als beginnend amateur geïnteresseerd bent in de hobby, je al heel snel met dit rare fenomeen in aanraking komt. Dat is gewoon echt heel jammer. En dus, of je alleen in kilowatten geïnteresseerd bent en in de verste de X, of dat je alleen maar met de goedkoopste Baofeng op de lokale repeater wilt praten, wat mij betreft hoor je er gewoon bij, uitroepteken. Maakt niet uit, al blaas je zelf je eigen buizen om er een 1 pitter kristalgestuurde cv-zender mee te maken, waar het je zelfs nooit mee lukt om 1 QSO te maken, of dat je je eigen germaniumdiodes maakt. Nee, zelfs als je alleen in staat bent om een kristalontvanger te maken voor de laatste middengolfzender die we nog hebben, en daar geweldig van geniet, als je dan daarnaast je roepnaam hebt, of alleen maar daarvoor aan het studeren bent, dan ben je wat mij betreft gewoon voor 100% een zendamateur. Een zendamateur ook die erbij hoort, bij ons, amateurs. Denk als je into Digital Voice bent, vanavond trouwens ook nog even aan de D-Star-ronde die vanaf 20:30 plaatsvindt op XRF 088B. Deze reflector is ook bereikbaar via DMR, hoewel die koppeling nog experimenteel is. Volg nu dus Slow Scan TV in BW12.
Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 23 december 2015. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag is er bijzonder weinig tijd voor de uitzending door uitlopende planning, waardoor ik pas vrij laat mijn boodschappen kon doen. Ik was daardoor wel even portabel in de lucht. Hoogstwaarschijnlijk daardoor geen Contestia dit keer. We doen het relaxed aan en wel zijn er aan het eind van de uitzending 3 korte stukjes tekst in de chatmode, het chatprotocol EX-chat. Instellingen voor EX-chat zijn net als gisteren, of is net als gisteren 22 baud. Dat is het enige wat je bij de EX-chat client hoeft in te stellen. Je hoeft verder niks te doen, maar vergeet die 22 baud niet. Verder kun je ook FL-Digi gebruiken. Je moet dan ook 22 baud gebruiken. En de centrale frequentie is dan 1250 hertz in FL-Digi. Dus QoS hoef je eigenlijk niet te gebruiken nu, omdat bekend is waar aan het eind van de uitzending het stukje EX-chat zal beginnen. Ja, en toen was er gisteren vlak voor de uitzending dus ineens PI3 UTF terug in de lucht. Verwacht werd dat het weken kon duren voordat het zover was. Sommige mensen die doorgaans goed op de hoogte zijn, spraken zelfs van maanden. Maar het werd dus anderhalve week. En er is meer nieuws. De achtergrond, voor wie het niet gevolgd heeft, al bijna een jaar was bekend dat de systemen die in de Gebrandi-toren op 220 meter hoog stonden, daar niet konden blijven. Om anderhalf week geleden, nou niet om, maar ongeveer anderhalve week geleden, werd daarom het centrale deel van een aantal repeaters dat zich ook op 220 meter hoog bevond uitgeschakeld. Net als de repeaters die van dat platform afhankelijk waren, het platform in het kraaiennest op 220 meter hoog. In de Gebrandi-toren wordt keihard gewerkt om verschillende systemen weer in de lucht te krijgen, zo schrijft hobbyscoop.nl. Ja, dat blijkt, dat is heel aardig gelukt. De 19-inch racks blijken echter helemaal al voorbereid te zijn. En op foto's op hobbyscoop.nl is te zien dat het een hele rij betreft. Er zijn meer foto's van de repeater daar te bekijken, van de systemen. De racks zijn nu allemaal van de nodige veiligheid voorzien door de vereffening aan te sluiten. Verder zijn er 3 stroomgroepen aangesloten in de racks. En er zijn een 5-tal PDU's ingeschakeld, zodat er ongeveer 80 bestuurbare netaansluitingen beschikbaar zijn gekomen. Belangrijk is dat gisteren de LAN-verbinding weer is opgezet. Daarmee kon op dat moment dus ook de eerste technologie weer in gebruik genomen worden. Veel sneller dan gedacht dus, is dankzij die LAN-verbinding en de verhuizing van de server van de bovenregionale repeater PI3 UTR weer geactiveerd. De relaisgroep tekent daarbij wel aan dat de server in IJsselstein dient als het hart van de repeater. En deze zorgt ervoor dat de zenders in Hilversum en Goes weer in bedrijf zijn. Momenteel zendt Hilversum nog uit met een niet rondstralende antenne richting Noordwest. Maar de komende dagen zal die tijdelijk omschakelen naar een van de rondstraalantennes die in Hilversum ook beschikbaar zijn. Het opnieuw in de lucht brengen van PI3 UTR is voor het team rond de repeaters natuurlijk een symbolisch moment, een mijlpaal. Het motiveert in elk geval alle betrokkenen om flink verder te bouwen aan de nieuwe systemen, zo schrijft hobbyscoop.nl. De relaisgroep hoopt binnen ongeveer een maand ook de oorspronkelijke antennes in IJsselstein weer te kunnen gaan gebruiken. Dat wil zeggen onder strikt voorbehoud. De groep is afhankelijk van externe factoren voor het opnieuw in gebruik nemen van de voedingslijnen in de stalen buismast van 100 naar 220 meter hoog in de Gebrandi-toren. Maar er is nog meer nieuws, want het team in Kampen is de afgelopen dagen ook druk geweest om het functioneren van de repeaters daar te verbeteren. Hier bleek dat bij het inschakelen van FM-repeater in Kampen, PI2KMP, enige terugwerking ontstond, met name op PI2NON. Dennis PA4DEN en Herman PD0HF hebben een extra filter geplaatst om deze problemen te verhelpen. Voor wat betreft PI2NOS, die net als iedereen gemerkt heeft bij dit alles gewoon blijft werken, bleek vrijwel onmiddellijk dat het uitschakelen van de cabine in IJsselstein van grote invloed was op de ontvangst van PI2NOS, met name in het gebied ten zuiden van IJsselstein. De afgelopen dagen heeft de relaisgroep daarom versneld gewerkt aan het nieuws beschikbaar maken van deze antenne. De ontvanger staat inmiddels op de 20e verdieping in de nieuwe REX bovenop de PI3 UTR server. Er staat een foto op hobbyscoop.nl. Het zal duidelijk zijn dat voor deze ontvanger inmiddels gebruik wordt gemaakt van een voedingslijn die maar liefst 160 meter lang is. Joost PNRMN, Paul PNRJV, Gerrit PNRJZ, Vincent PNRKM en Misha PANOKZ hebben gisteren, dinsdag dus, de werkzaamheden kunnen uitvoeren die hebben geleid tot het opnieuw in gebruik nemen van deze hoge antenne. Met het beschikbaar komen van de antenne op 220 meter is daarmee ook de 70 centimeter WebSDR PI3 UTR weer geactiveerd.
Een ander nieuwtje is dat het Duitse relais in Emden met de ingang tot nu toe op dezelfde frequentie als per I2NOS sinds dinsdag op een andere frequentie werkt. Dit alles voor de duur van een testperiode tot eind januari 2016. Dat betekent dat, hoewel de eerste resultaten positief zijn, deze verhuizing dus nog niet zeker is. Maar vanwege deze verhuizing is ook de ontvanger in Groningen nu weer ingeschakeld en werken de ontvangers in het noorden nu dus ook weer zonder CTCSS. De relaisgroep bedankt verder op de site uitgebreid alle donateurs voor de relaissystemen. Er is gelukkig flink gehoor gegeven aan de eerdere oproepen. Donaties zijn echter nog altijd erg welkom, kleine zowel als grote. Ga daarom naar hobbyscoop.nl. Ook kleine donaties zijn dus welkom, zoals ik zei. En doe dit in elk geval als je een geregeld gebruiker of zelfs een fan bent van de repeatersystemen. Ja, en in relatie tot de repeater is er nog meer nieuws. Ook dit jaar is er op 26 december om 12 uur 's middags weer een kerstronde op PI2NOS. Vorig jaar werd deze ronde voorgezeten door PDE en ALO, die dit jaar helaas om gezondheidsredenen moet laten afweten. Er is echter een waardige vervanger voor Berend gevonden. Iemand zo mogelijk nog spitsvondiger en in elk geval met zijn amateurhart ook op de juiste plaats in de persoon van Hans Pedernel AC. De kerstronde is volgens opnieuw hobbyscoop.nl een gezellige ronde waarin zendamateurs in de gelegenheid zijn om elkaar een kerstgroet te brengen. Dankzij de grote toeloop van afgelopen jaar en het ondertussen flink toegenomen bereik van de repeaters mogen we ons zonder twijfel ook dit jaar weer verheugen op een groot aantal inmelders. Meedoen is erg eenvoudig. Zorg ervoor dat je op tweede kerstdag om 12 uur QRV bent op PI2NOS. Daar zal Hans voldoende gelegenheid bieden om je in te melden. Natuurlijk kan het omwille van drukte soms enige tijd kosten om aan de beurt te komen, maar de gedachte achter de kerstronde is niet zozeer om zo snel mogelijk aan de beurt te zijn, maar op je gemak meeluisteren en je eigen liefst originele kerstgroet brengen aan de rest van de Nederlandse zendamateurs zodra de gelegenheid daar is. Natuurlijk zal Hans ook regelmatig echolingstations de ruimte geven om zich in te melden. Ja, nog één nagekomen bericht. Afgelopen weekend in het Engels was bij de Daily Minutes te horen dat het ISS QRV zou zijn met Slow Scan TV op 26 en 27 december. Dit is volgens southgatearc.org echter afgeblazen vanwege planningproblemen in het ISS. Halverwege januari wordt het opnieuw geprobeerd. Het betreft hier een jubileumuitzending om te vieren dat er al 15 jaar zonder onderbreking amateuractiviteit is vanuit het ISS. Ja, en er volgen nu drie stukjes in EX-chat zoals al aangekondigd. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 24 december 2015. Dit is het bulletin van donderdag. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the yuletide gay. Ja, gisteren was ik te laat en op de dag voor Kerstmis moet ik dus opnieuw smokkelen, want ik ben opnieuw laat. Als het goed is, zijn we aan het eind van de uitzending EX-chat CQ Domino EX met 22 baud. Dit is hetzelfde fragment dat we gisteren ook gebruikten. Als je FLDigi gebruikt, moet je 1250 hertz instellen. Bij EX-chat, bij de EX-chat client, hoeft dit niet. Vandaag herhaal ik een item dat ik in april voor PI4AA deed over de Raspberry Pi. Ik wil trouwens de eerste of de tweede kerstdag een iets grotere kleuren kerstfoto uitzenden met Slow Scan TV. Waarschijnlijk wordt dit tweede kerstdag. Ja, en iedereen uiteraard hele fijne kerstdagen gewenst alvast. De Raspberry Pi is in een paar jaar tijd een groot succes geworden. Het apparaatje is overal goed gevallen, maar het lijkt wel of zendamateurs nog net een iets grotere liefde voor het dingetje, amper groter dan een pakje sigaretten, hebben dan andere mensen. Dat komt omdat het apparaatje zeer veelzijdig is en niet duur. En omdat zendamateurs van nature al een aantal werkjes hebben voor het computertje waar het dingetje geknipt voor is. Doordat de apparaatjes zo massaal verkocht zijn, is er ook heel erg veel kant-en-klare software voor gekomen. Voor degenen die de Raspberry Pi nog niet kennen, waar hebben we het over? De Raspberry Pi is een volwaardige computer. Dat wil zeggen, op de nieuwste versie, de B2, met quad-core processor, kan het volwaardige besturingssysteem Ubuntu draaien en binnenkort ook Windows 10.
toetsenbord en een groot beeldmonitor eraan. En je ziet het verschil zo goed als niet met een desktop PC die bijna 10 keer zo duur is en bijna 20 keer zoveel stroom verbruikt. En die misschien wel een paar honderd keer zoveel ruimte in beslag neemt. De belangrijkste voordelen van het apparaatje zijn in eerste instantie het geringe stroomverbruik. Dat wil zeggen de versie B1 die gebruikt 2,2 watt, de versie B2 iets meer, maar nog altijd bijzonder weinig. En door dat kleine stroomverbruik wordt hij nauwelijks warm. Er zitten verder geen bewegende delen in. Nou ja, die ventilator die is dus niet nodig. En in plaats van een harde schijf zit er een micro SD kaartje in, zoals dat bij een mobiele telefoon of een fotocamera het geval is. Het aardige daarvan is, als je het kaartje eruit haalt en een andere erin stopt, dan zit er op slag een ander besturingssysteem in. Dus dat is ook reuze handig. En je kunt ze on the fly verwisselen. Het superkleine formaat is ook een belangrijk voordeel, maar het belangrijkste voordeel is wel de prijs. Het computertje kost tussen de 35 en 40 euro. Dan komt er nog 7,50 euro bij voor een behuizingtje, een vergelijkbaar bedrag voor een lichtnetadapter en nog zoiets voor het fotokaartje. Maar dan heb je ook een complete PC. Je kunt er een monitor aanhangen, maar als je het ding een werkje laat doen voor je, dan is het hoe dan ook praktischer om het computertje op afstand te gebruiken. Ik heb er meerdere onder een weinig gebruikte tafel geplakt met dubbelzijdig tape en ik bedien ze vanaf mijn grote PC. Er is zoals gezegd inmiddels een grote hoeveelheid software voor beschikbaar gekomen voor die Raspberry en met name ook amateursoftware. Ik doe in het laatste gedeelte een kleine greep uit dit aanbod. Let wel, dit zijn kant-en-klaar geïnstalleerde concepten. Er is meer, maar dan ben je zelf verantwoordelijk voor de installatie. Een redelijk veel gebruikte mogelijkheid is om aan het computertje een touchscreen display toe te voegen en een DVB-T-stick. Je hebt dan met de juiste software een ontvanger die afhankelijk van de gebruikte stick tussen ongeveer 25 MHz en 2,3 GHz kan ontvangen. Heel populair is ook om de Raspberry Pi te gebruiken voor Echolink. Dat kan om er QSO's mee te maken, maar ook als gateway voor Echolink bijvoorbeeld naar een repeater toe. Ik heb op PI4AA al eerder zo'n concept beschreven. Dat was toen met SVX-Link. Software. Er zijn daarnaast nog meer mogelijkheden, bijvoorbeeld het programma de Linkbox. En sinds deze week weet ik dat er ook een image beschikbaar is voor het programma AllStarLink op de Raspberry Pi. Ook IRLP is overigens beschikbaar. Een andere populaire toepassing is de Raspberry Pi te gebruiken als controller voor een analoge of een digitale repeater of voor een D-Star hotspot. Bij een kleine inventarisatie kom ik onder andere nog kant-en-klare en uiteraard gratis oplossingen tegen voor een Packet Radio BBS, een Whisperbaken, Slow Scan TV, gebruikmakend van de speciale Raspberry Pi camera. Er zijn meerdere mogelijkheden voor APRS, iGates, zowel alleen luisteren als zenden en ontvangen. D-RADS, dat is een communicatiepakket voor D-Star. Remote besturing voor diverse zendontvangers. Nou, diverse TNC's voor Packet, het is maar een kleine greep hoor. Maar de meest opmerkelijke toepassing vind ik toch wel om de software een zendsignaal te laten opwekken. Dat met een paar milliwatt uit een van de besturingspoorten van de Raspi komt. Er is inmiddels software voor een stereo FM zender. Verder zijn er meerdere toepassingen voor Whisper en voor SSTV. En er is zelfs een amateur die op deze manier software heeft gemaakt om SSB te kunnen zenden. Hij maakte daarmee met die paar milliwatt een QSO, terwijl hij de web SDR van Twente als ontvanger gebruikte. Er is verder geen hardware nodig om het ding als zender te laten werken. De zendfrequentie is bij al deze toepassingen instelbaar tussen 0 en 250 MHz. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE.
Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Ja, en iedereen uiteraard hele fijne kerstdagen gewenst alvast. Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 25 december 2015. Dat is het bulletin van vrijdag. Merry Christmas everybody! Ja, zoals gewoonlijk beginnen we weer met de informatie over digitale modus. Om te beginnen hebben we deze uitzending weer Contestia, behalve tijdens het SSTV plaatje. De parameters zijn bekend. Contestia bandbreedte 125 bij 8 tonen. Start-stoptonen staan ingeschakeld. Zoals beloofd met de kerst een wat groter kleurenplaatje in SSTV. Dat doen we vandaag al. Hoewel het allemaal nog meevalt qua grootte. De grootte van het plaatje is ruim 40 seconden. En het is in de modus PD50, Papa Delta 50. Oké, het is voor de mensen die er niet van houden wel even een zit natuurlijk. Maar zoals beloofd, ik zal dit niet iedere dag doen, zulke lange plaatjes uitzenden. Normaal zal ik SSTV, als ik dat doe, meestal beperken tot een seconde of 10 in zwart-wit. SSTV en PD50 dus. En ik heb het getest. Het werkt zowel in QSSTV als in MMSSTV. Dat trouwens prima te installeren is vanuit Wine. Ook al heb je geen Windows geïnstalleerd op je Linux machine. Het programma heb ik inmiddels ook gevonden. En ja, bij QSSTV heb ik dat niet geprobeerd. Maar bij MMSSTV werkt PD50 als je hem in de automodus zet. Hij start dan vanzelf. Vanavond is er ondanks de feestdagen gewoon een lange uitzending van PA00 Nieuws. Zij het zonder de Duitse bijdrage, want die is er op de eerste kerstdag niet. Dankzij het heugelijke nieuws dat PI3 UTR zo snel alweer werkt, hoewel zonder de hele grote zender, maar het is prachtig, is de uitzending dus ook in de eten te beluisteren. Daarnaast is hij ook op Shorty's WM te beluisteren op het moment, net als vorige week. Maar, en dat is nieuw, het is ook mogelijk om repeaters te linken aan het geluid van PI3 UTR tijdens de uitzending. Het is wel eenrichting verkeer, je kunt er niet op zenden naar UTR toe. Wil je dus je lokale repeater om 10:30 linken om de lange uitzending te beluisteren, koppel deze dan aan PA0ETER. Dus PA0ETER via, ik verspreek me, PA0ETER via Echolink. Het geluid is enigszins vertraagd ten opzichte van het geluid van PI3 UTR zelf. Veel nieuws is er verder niet op zo'n dag als vandaag. Wel vervelend is dat mij gisteren te oren kwam, bedankt Gera trouwens, dat er een repeaterconflict is in Zeeland. Per 1 januari gaat de repeater PI3GORE daardoor uit de lucht, repeater Goes. En naar verluidt ook nog een andere repeater in Zeeland op 70 centimeter. De aanvrager van de plek van de repeater Goes wil op 2 meter RLE voor digitale spraak beginnen. Het vervelende van de huidige regelgeving is dat zo'n overname van een aantal of elke 3 jaar mogelijk is. Bij frequenties waar relatief weinig belangstelling voor bestaat, zoals vroeger voor Packet en nu voor bijvoorbeeld D-Star hotspots en 23 centimeter LE, is dat nooit een probleem. Daar is meestal nogal wat ruimte voor eentje erbij. Bij de frequenties waar de meeste belangstelling voor bestaat, zoals 70 centimeter FM RLS en zeker 2 meter frequenties voor FM RLS, bestaat een indeling van een maximaal aantal repeaters binnen zoveel kilometer. Op 2 meter moet er bijna altijd een FM-repeater verdwijnen daardoor voordat er een nieuwe bij kan. De aanvraag voor 2 meter in Goes betreft een digitale repeater. Hoogstwaarschijnlijk is dat geen DMR-LE, want bijna niemand heeft daar spullen voor in Nederland. De kans is dus groot dat het een LE is voor D-Star of voor System Fusion. Nou is er met de informatie die AT over dit RLE geeft iets merkwaardigs aan de hand. Ik heb zelf 3 jaar lang een repeater gehad in Zeewolde die zowel voor FM werkte als voor D-Star. Zo'n relais is onder de huidige regelgeving op 70 centimeter dus niet mogelijk. Voor dat soort relais geeft AT op 2 meter doorgaans 2 roepnamen uit. Voor digitale spraak een PI1 call en voor FM een PI3 call. Het nieuwe relais in Goes staat echter in de lijst van 1 december als digitale spraak, terwijl er alleen een PI3 call is uitgegeven. Dat zou dus kunnen betekenen dat het om System Fusion gaat, want bij die modus zit FM in het protocol ingebakken. En hoogstwaarschijnlijk is het met de software daardoor niet mogelijk om voor dezelfde repeater zowel een PI3 als een PI1 prefix te gebruiken in de call. Als deze aanname klopt, blijft Zeeland, als het nieuwe relais in de lucht komt, toch de beschikking houden over een repeater die je voor FM kunt gebruiken. Het kan elke aandeelhouder in principe overkomen, maar het is hoe dan ook vervelend wat de beheerders van PI3GOE is overkomen. Zelfs wanneer zoiets in goed overleg gebeurt. En ik weet uit ervaring waarover ik spreek.
Nog één nieuwsbericht. Terwijl de nieuwe 5 MHz band nu toch een wereldwijde status heeft als amateurband en Nederland voorop loopt bij de troepen, zijn er relatief veel landen waar 60 meter toch voorlopig niet als amateurband beschikbaar komt. Southgate ARC meldt bijvoorbeeld dat de band in Australië nog lange tijd off-limits zal zijn voor de meeste amateurs daar. De Wison, zeg maar de Australische Darus, heeft beperkte mogelijkheid om kanalen te gebruiken op 5 MHz. En verder is er een bulletinzender voor zendamateurs in New South Wales die legaal in deze band uitzendt. Maar in beide gevallen gebeurt dat met een niet-amateurvergunning onder een niet-amateurroepnaam. Het kan volgens ACMA, zeg maar de Australische AT, nog jaren duren voordat 60 meter voor amateurs in dat land niet meer illegaal zal zijn. Tot zover het nieuws van vandaag. Volgt nu dus het iets langere grote SSTV-plaatje in kleur in de mode PD50 en daarna de mossen. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x-xdv.me. Change of plans. De uitzending die is iets gewijzigd en met de Radio Newsline die gaat nu niet door. Die kun je luisteren via www.pa0ete.nl. En in plaats daarvan ook in het Engels nu de geschiedenis van Samuel F. B. Morse, The Invention of the Telegraph. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. Samuel F. B. Morse and the Invention of the Telegraph. Messages are an older means of communication than books or even letters. They must go with the speed of light, sound, or lightning. The American Indians, for example, used at night a system of signal fires to send messages telling of victories or of danger. In the daytime, they held blankets over a fire so as to signal by means of columns of smoke. Messages were sent also by sound signals made either by the mouth or by a drum. As time went on, a system of signaling by flags and lanterns came into use among more civilized people, such as is now employed by the Army and the Navy. The signal telegraph. The first practical system of sending messages at all similar to telegraphing was invented in 1794 by the three Chap brothers. These three brothers, only boys, were at boarding school. The rules were strict and did not allow them to visit each other as often as they wanted to. They could see each other from the windows of their rooms, so they worked out a way of sending messages. A beam with a small cross beam at each end was hung on a pivot. The beams and cross beams could be moved by cords, like the arms of a jumping jack. Each position of the beam and a cross beam stood for a letter.
With this device, it was easy for these boys to spell out messages to each other. The French government bought the device of the Chap brothers, building signal stations along the coast and between Paris and the more important cities. In 1840, there were 1,400 miles of signal telegraph. The stations were about 3 miles apart. The crossbeams of the signal towers were furnished with lights so that messages could be sent by night as well as by day. An operator could spell out 100 words an hour. A system of signaling like that invented by the Chap brothers was introduced into Russia and England also. There was a line, for example, 70 miles long between London and Portsmouth. An Englishman wrote in 1828 that the telegraph carried information speedily and distinctly, and that it could be constructed and maintained at little expense. A similar system was used in America, only large letters were used instead of crossbeams to spell out the words. Lines were maintained, for example, between New York and Sandy Hook and between New York and Philadelphia. The electric telegraph. "Take this message as quick as lightning," was doubtless an expression often used in connection with messages. It was not a far step from thinking of taking a message as quick as lightning to thinking of making lightning carry the message. Messages were sent by electric telegraph as early as 1774. Every few years after that, some inventor brought forward a new system. Hundreds of men were busy, and in 1838 there were upwards of 60 different systems in the field, each inventor working hard to make his the best. Steinheil's electric telegraph. Oersted learned in 1819 that to make the needle of a compass turn to the left or to the right, all that is necessary is to hold a wire near the compass, parallel with the needle, and send an electric current over the wire toward the north or toward the south. In less than a month afterwards, a French scientist pointed out how this discovery could be used in telegraphing messages. In 1833, Gauss and Weber, two noted German scientists, put up an electric needle telegraph line about a mile long. Wires were stretched around a permanent magnet hung at the center on a silk thread. By changing the direction of the electric current, the magnet was turned, at will, to the right or to the left. One turn of the magnet to the right stood for the letter A. One turn to the left stood for E. Two turns to the right stood for I, and so on. Here is the complete telegraphic alphabet of Gauss and Weber. It has often been used by boys and girls to signal messages to each other with their hands and arms. R equals A. L equals E. RR equals I. RL equals O. LR equals U. LL equals B. RRR equals C, K. RRL equals D. RLR equals F, V. LRR equals G. LLL equals H. LLR equals I. LRL equals M. RLL equals N. RRRR equals P. RRRL equals R. RRLR equals S. RLRR equals T. LRRR equals W. RRLL equals Z. RLRL equals 0. RLLR equals 1. LRRL equals 2. LRLR equals 3. LLRR equals 4. LLLR equals 5. LLRL equals 6. LRLL equals 7. RLLL equals 8. LLLL equals 9. With this code, Gauss and Weber sent all kinds of messages. Being too busy to work on their telegraph, they turned it over to Steinheil. Steinheil built and put into use at Munich in 1837 his registering electromagnetic telegraph,
This line was 5 miles long. Two permanent magnets were hung in the center of a coil of wire. Each magnet could be made, at will, to swing out from the coil. On an arm fastened to the end of each magnet was a little cup for ink. At the bottom and side of the cup was a printing needle. When the magnet swung out, the printing needle touched a moving ribbon of paper and printed a dot. Dot signals were thus recorded on the paper in two lines. Steinheil could send messages at the rate of 6 words a minute, or 360 words an hour. His system was adopted by the Bavarian government and was in use for many years. Wheatstone and Cook's Electric Telegraph. Charles Wheatstone of London and his business partner also patented in 1837 an electric needle telegraph. 5 needles were fastened in the center of a diamond-shaped dial on which the alphabet and numerals were printed. To signal a letter, 1 needle was turned to the right and 1 to the left. The letter signaled was the one at the point where the lines running down from the points of the needle crossed. To signal a number, only 1 needle was turned. A line 20 miles long was built in 1838 on the Great Western Railway. To send messages, it took 6 wires, 1 wire to turn each of the 5 needles, and 1 to complete the electric circuit, making the system expensive. So Wheatstone invented a 2-needle system, and later a single-needle system. From 1838 on, Wheatstone's electric needle telegraph was in constant use, and for years was the only system which found favor in England. Morse's electric telegraph. Many of the great scientists of Europe thus worked to invent a successful system of electric telegraph, but it remained for an American, Samuel F. B. Morse, to invent the most successful system. Morse's system of electric telegraph was so simple, and messages could be sent by it so quickly, that it drove almost every other system out of business. It is the only system now used in most countries. For this reason, Morse is called the inventor of the electric telegraph, although, strictly speaking, that title does not belong to him. He is, however, the inventor of the most successful system, and for his great service in giving to the world this useful invention, he is worthy of the highest honor. Morse's education. Samuel Finley Breese Morse was born in 1791 at Charlestown, Massachusetts. He was given the best education that was to be had at the time. When 7 years old, he was sent away from home to a famous private school, Phillips Academy. There, he prepared for Yale University, then Yale College, entering with the class of 1807 and completing the course in 1810. In those days, the sciences did not receive much attention at college. In the little that was taught, Morse took an unusual interest. He studied both chemistry and physics, and he learned almost all there was to be known then about electricity and electric batteries. Once Professor Day, his teacher in physics, sent a current of electricity through a chain in a dark room. Flashes of light could be seen between the links. How little Professor Day knew at the time of the influence this experiment was to have. Many years afterwards, Morse said, "The fact that electricity can be made visible at any part of a circuit was the crude seed which took root in my mind and grew, and finally ripened into the invention of the telegraph." Morse, the artist. Morse, like Fulton, started out to be an artist. At college, he painted miniatures for a number of his classmates. Though he had had no lessons in either drawing or painting, his classmates liked their pictures and paid him a good price for them. After his graduation from college, Morse decided to study art. Like Fulton, he went to London to work with Benjamin West, where he remained for 4 years, not returning home until 1815. He was then 24 years old, and up to that time had been supported by his father. He now opened a studio in Boston. Hundreds of people came to see his Judgment of Jupiter, one of the pictures he had painted in London, and which had attracted much attention there. All who came admired it, but no one offered to buy it or order a picture.
After waiting a year without receiving a single order, he took again to painting miniatures. As a wandering artist in Vermont and New Hampshire, he did well. He was even more successful at Charleston, South Carolina, where he went in the winter of 1818. There, he had requests for all the portraits he could paint. In a single week, 150 were ordered at $60 apiece. He was so successful that in the fall of the first year, he returned to New England, taking his bride back to Charlestown with him. There they lived for 3 years, saving in that time several thousand dollars. But Morris was not content to remain a portrait painter. He decided to leave Charlestown and take up what he felt was his true work, the painting of historical pictures. So he moved his family to New Haven, Connecticut. For 18 months, he worked early and late on a picture of the House of Representatives. The picture was 11 feet long and 7.5 feet high, with the representatives on one side and the senators on the other. In all, it contained 80 portraits. The picture, when finished, was exhibited at Boston, but few people took the trouble to see it. No one wanted to buy it, and the whole venture turned out a failure. Morse soon afterwards removed to New York and again took to portrait painting. His progress at first was slow. "My cash is almost gone," he wrote to his wife. "I have advertised and visited and hinted and pleaded and even asked one man to sit, but all to no avail." Morse was so discouraged that he even thought of going to the city of Mexico, but better days were at hand. General Lafayette was visiting this country, and New York gave Morse an order for a life-size portrait of the Frenchman. For this, he received $1,000. In the midst of his good fortune, Morse was called upon to bear the loss of his wife. Though heartbroken, he went on with his work. He soon had all the portraits he could paint, and came in time to be looked upon as the greatest artist in America. He not only painted portraits, but he gave talks on art and was the leader in organizing the National Academy of Design. Still, Morse was not satisfied with his success. To prepare himself to paint the great pictures of which he dreamed, pictures which he believed would bring fame to himself and honor to his country, he decided to spend 3 more years in Europe. During these 3 years, he visited great art galleries and studied the paintings of the great masters. Planning the Electric Telegraph. In October 1832, Morse sailed for home on the packet Sully. There was considerable talk among the passengers about electricity. The discoveries of Oersted, Faraday, and Sturgeon were attracting wide attention. Morse was led one day to say, "I see no reason why intelligence may not be sent by electricity." This was a new thought to him. So far as he then knew, no one had ever before thought of sending messages by electricity. The new idea filled his mind. It not only haunted him in the daytime, but it kept him from sleep at night. On leaving the boat, he said, "Well, Captain, should you hear of the telegraph one of these days as the wonder of the world, remember that the discovery was made on board the good ship Sully." Making the first instrument. Morse was scarcely off the ship before he was telling his brothers about his new idea. Instead of telling his artist friends about what he saw in the great art galleries of Europe and about the pictures he had painted, he talked to them, to their disgust, about his electric telegraph. Many people wanted Morse to paint portraits for them, for he was easily the best prepared and the most successful artist in America. But he wanted all the time he could get to work on his invention, and therefore he painted only enough to earn a scanty living. But work as he would, 5 years passed by before he was even able to complete a working model. During most of these years, he lived in a single room, which served alike for studio, parlor, bedroom, kitchen, and workshop. "In order to save time to carry out my invention," said Morse afterwards, "and to save my scanty means, I had for many months lodged and eaten in my studio,
getting my food in small quantities from some grocery and preparing it myself. To conceal from my friends the stinted way in which I lived, I was in the habit of bringing my food to my room in the evenings, and this was my mode of life for many years. Morse was not ready to show his electric telegraph to the public until September 1837. His telegraphic code was simple. One dot stood for one. Two dots stood for two. One dot and a dash stood for six, and so on for each of the numerals and zero. For each number of the telegraphic code, there was a metal type. There was also a telegraph dictionary in which given numbers stood for given words. For example, 215 stood for successful. Footnote. If the message to be sent should be the word successful, the telegraphic number of successful is looked up in the telegraphic dictionary. Its telegraphic code number, 215, is set up in the metal type, 2, 1, and 5. These are placed in the ruler. The ruler is fastened to a band stretched over two wheels. By turning the crank of one wheel, the ruler is moved under the point of the lever. The cogs of the metal type cause the lever to close the current of the battery, while the open space between the cogs causes the lever to break the circuit. When the current is on, the electromagnet attracts the writing frame, and when the current is off, the writing frame is pushed out from the electromagnet by a spring. By sending the electric current over the wire and then turning it off, the writing frame with the pencil at the bottom is moved back and forth across the ribbon of the paper. In this way, there are recorded on the paper, which is moved by clock wheels, straight lines and V-shaped figures. There are as many V-shaped figures thus arranged as there are cogs in the metal type. These V-shaped figures stand for the different figures of the telegraphic code. The word or words for which the recorded telegraphic numbers stand are looked up in the telegraphic dictionary and the message read. 5 words a minute could be sent. End of footnote. Morse's first instrument was very crude, and the method of sending and recording messages was slow and clumsy. But to those who, for the first time, saw messages sent by electric telegraph, the invention seemed wonderful. Besides, Morse had thought of something of which none of the great scientists of Europe had dreamed. In Steinheil's electric telegraph, the signals were recorded by the movement of a magnetic needle. Wheatstone also made use of the magnetic needle. But Morse employed the electromagnet of Sturgeon and of Henry to record the signals in his system, and it was this use of the electromagnet which made the Morse system the most successful of all. Improving the invention. Up to the time Morse showed his invention to the public in 1837, no one had helped him on it. Being anxious to perfect it, and, if possible, to get money from Congress to carry out an experiment on a large scale, he now took into partnership Professor Gale of New York University, who was to work on the electric batteries, and also Alfred Vail, who was to furnish the money needed and help with the instruments. During the fall of 1838, the clumsy telegraphic dictionary and code numbers on which Morse had spent many a day was done away with, and a system of dots and dashes for each of the letters of the alphabet and different numbers was planned. This telegraphic code is like the codes of Gauss and Weber and of Steinheil. It is known the world over as the Morse code. A dot dash. B dash dot dot dot. C dot dot dot. D dash dot dot. E dot. F dot dash dot. G dash dash dot. H dot 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 dot. I dot dot. J dash dot dash dot. K dash dot dash. L dash. M dash dash. N dash dot. O dot dot. P dot 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 dot.
Q, dot, dot, dash, dot, R, dot, 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 S, dot, 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 T, dash, U, dot, dot, dash, V, dot, 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 dash, W, dot, dash, dash, X, dot, dash, dot, dot, Y, dot, 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 Z, dot, 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 dot. The clumsy way of recording the telegraphic signal by dashes and V-shaped figures was also done away with. The recording instrument was made over so that it now wrote the dots and dashes which stood for the letters and numbers. In the meantime, Professor Gale had so improved the batteries that an electric current could be sent through 10 miles of copper wire. Morse exhibited the improved instrument to his New York friends in January 1838. Seeing is believing. By what they saw, they could at first scarcely believe. Message after message, at the rate of 10 words a minute, was sent over the 10 miles of wire until the admiration of the company was unbounded. They cheered the inventor and congratulated him on his great invention. Morse received this letter from his brother Sidney. Your invention, measuring it by the power it will give man to carry out his plans, is not only the greatest invention of this age, but the greatest invention of any age. I see that the surface of the earth will be networked with wire, and every wire will be a nerve, carrying to every part intelligence of what is doing in every other part. No limit can be set to the value of the invention. Seeking aid. Morse now took his invention to Washington and asked Congress to give him $30,000 to build a telegraph line between Washington and Baltimore. This seemed a large sum of money to spend on an untried enterprise. It was also hard for men to understand how useful the telegraph would be. Congress refused to vote the money. Morse knew that both England and France were spending large sums on their signal telegraph systems. If they could only see his invention, they would adopt it at once. But he had no money for a trip to Europe. To get it, he took a third partner. The invention was exhibited in London and Paris. Statesmen and scientists came to see it, and Morse was declared a great genius and was highly honored. Indeed, at one time it seemed as if both France and Russia would adopt his system, but in the end nothing was done. Returning to America in the spring of 1839, he wrote, I return without a penny in my pocket, and have to borrow even for my meals. The next 4 years were the darkest in Morse's life. His partners had spent all their money and at times lost interest. Congress continued to refuse to vote the $30,000. Morse had neglected his art so long that it was hard for him to get pupils to teach or portraits to paint. Many a morning when he rose, he scarcely knew where the food for the day was to come from. Once, when a pupil was late in paying for his lessons, he nearly starved. "Well, my boy," asked Morse, "how are we off for money?" "Why, professor," replied the student, "I am very sorry to say I have been disappointed, but I expect money next week." "Next week I shall be dead by that time." "Dead, sir?" "Yes, dead of starvation." "Would $10 be of any service?" $10 would save my life. That is all it would do." The student paid the money, and the two dined together. After the meal was over, Morse said, "This is my first meal for 24 hours. These years of delay, though hard to bear, were not lost. With the help of Professor Gale and the advice of Professor Henry of Princeton, the batteries were improved. So, when Congress at last voted the money for the line between Washington and Baltimore, an electric current could be sent through the wires for the entire 40 miles. With the help of Mr. Vail, the metal types and the clumsy machine for sending the signals were done away with. A simple finger key was invented to send the dots and dashes. When the metal types were used, only 10 words a minute could be sent.
With the finger key, an operator could easily send 20 to 30 words a minute. Without these improvements, Morse's electric telegraph would have been a failure when put to the test in 1844. Morse was tempted many a time to give up, but the thought that his invention marked a new era in history and would improve the condition of millions of people kept him from it. In the winter of 1843, he went once more to Washington seeking the aid of Congress. Columbus himself was scarcely more persevering under discouragement. On the day his bill passed the House of Representatives, Morse wrote to Mr. Vail, "For 2 years I have labored all my time and at my own expense, without assistance from the other proprietors, to forward our enterprise. My means to defray my expenses, to meet which every cent I owned in the world was collected, are nearly all gone. If the bill should fail in the Senate, I shall return to New York with the fraction of a dollar in my pocket." Had the passage of the bill failed, he wrote to a friend, "there would have been little prospect of another attempt on my part to introduce to the world my new invention." The bill passed. On the evening of the last day of the session, Morse sat waiting in the gallery of the Senate. He was told by friendly senators that there was no chance for his bill to pass, so he finally went to his room. "Knowing from experience whence my help must come in any difficulty," wrote Morse, "I soon disposed of my cares and slept as quietly as a child." On coming down to breakfast the next morning, he was met by the daughter of a friend. "Why this early call?" asked Morse. "I have come to congratulate you." "Indeed? For what?" "On the passage of your bill." "Oh, no, my young friend, you are mistaken." "It is you that are mistaken. The bill was passed at midnight." The news was so unexpected that Morse, for the moment, could not speak. Finally, he said, "You are the first to tell me, and the first message on the completed line between Washington and Baltimore shall be yours." The first telegraph line. In constructing the new line, Morse planned to put the telegraph wires in a lead pipe and then bury the pipe in the ground. After 10 miles of lead pipe had been laid, it was discovered that the electric current would not pass through a single mile of it. $20,000 of the $30,000 voted by Congress had been spent. What was to be done? It was decided to place the wires on poles with short cross arms, just as you see them today. Thinking it was necessary to insulate them, the wires were wrapped in cotton cloth soaked in tar and beeswax and fastened on doorknobs to the cross arms. From now on, the work progressed rapidly. The whole line was finished and opened in May 1844. Morse remembered his promise, and the young lady selected these noble words, "What hath God wrought?" Of this message, Morse said, "It baptized the American telegraph with the name of its author." Receiving the reward. It was a favorite idea with Morse that the government should own the telegraph. After it was shown to be a success, he offered to sell it for $100,000. Fortunately for Morse, the government refused the offer, for few inventions have been more quickly and widely adopted. A line was completed in 1846 between Baltimore and New York. Within the next 10 years, telegraph companies sprang up in every section of our country. Most of these combined and formed, in 1857, a single company, the Western Union. His system was adopted in Canada, then in Europe, and before he died in 1872, was used in every civilized country of the world. Morse lived, therefore, to see the whole world bound together by the telegraph, each part able to know what was going on in every other part, each part able to communicate and to do business with every other part. Thus, by means of the electric telegraph, the world has been made one in knowledge and one in action. Recording by Scott Bennett. PA00 News følgende udsendelse indeholder nogle chokerende eksempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18. Kraftigt tilstedeværelsen af en voksen anbefales.
Ik wil heel graag nog verwijzen op de repeater PI3UTR, die tenslotte deze uitzending in grote mate mogelijk maakt. Je kunt de repeater sponsoren op de website van PI3UTR. Zo'n repeater, daar wordt altijd aan geknutseld, dus eigenlijk zijn altijd alle middelen welkom. En bedenk hoeveel inzet het kost om en gekost heeft om de repeater op deze plek te krijgen en dit fantastische bereik te realiseren. Dus allemaal naar pi3utr.nl. 7, 8, 4, 0, 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.